Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Woep, woep, woep. 1, 2, 3, fuck it. Wij gaan vertrekken naar de Ardennen. Samen met Céline, Nick, die zijn voor mijn zus, die broodjes. Met Céline, Nick en Noah. We gaan er 3 dagen, allee, 2,5. Nee, ik moet geen naked bar, dank je. 3,5 dagen spenderen. 2,5 dagen. Dus ik kijk er super erg naar uit. Mijn zus komt cat zitten. En ik heb alles hier klaargelegd, opgeschreven. Want Milky moet nog een pilletje krijgen. En katjes zijn hier aan het snacken. Ik dacht, moet wat gamen en Milky naar bij kan gaan. Oh, uw PlayStation. Dat heb ik al lang, nee. Ah, oké. Okay. Tuurlijk. Tuurlijk. Dat was het eerste waarschijnlijk. Dag, baby's. We love you. We love you. Hier is nog eentje. Dag, schatty patati. En mijn andere schatty patati. Oké, okay, let's go. We zijn er. Oh. Hey, vrouw des huizes. Is Noah nog wakker? Aha. Dit is het main huis. Hier super cozy. Echt een gezellig huis. Met hier een open haardje en daar is er nog een. Deze is trouwens elektrisch, maar geeft wel echt warmte af. En dan heb je daar buiten, ik weet niet of je het goed ziet, maar daar nog een huisje. En daar gaan Niels en ik slapen straks. Hier in het huis zijn wel genoeg slaapplaatsen, maar toch om het zo covid-vriendelijk te houden, gaan we daar slapen. En Niels en Nick zijn nu naar de frituur. Dan gaan we zelfs lekker frietjes eten. En hier slapen Niels en ik trouwens. Liggen onze spullen. Ons bed. Ik vind het wel echt tof in dat ding. Het is wel een iets kleiner bed, maar perfect voor met twee nog. Dan hebben we hier een wasbak, een douche en een kleerkast. En als je naar... Hey! Als je naar het toilet wilt, moet je buiten gaan en omgaan. Dus ik hoop dat ik deze nacht niet naar het wc moet. Want het is er heel koud. Ik ben net geweest en het is er echt heel koud. Maar ja, ik moet wel vaker 's nachts pipi doen. Dus let's hope not. Maar we zullen zien. Dan maak ik Niels ook wel wakker om mee te gaan. Want ik durf sowieso niet alleen te gaan. Kijk, gaan we nu even ons schminken en klaarmaken om te gaan slapen. Niels is mijn snowboots aan het passen. Hey, maar wat een been, man. Zie, dat gaat volledig recht. Ja. Ja, dat is echt bij mij. Is die boot echt heel dik, omdat ik dunne benen heb. Oké, nu heb ik een jogging, maar... Maar ik vind dat niet. Mooi, schatje. Mooi. Heel mooi. Wij liggen in bed. Gezellig wel, hè? Ja. Heel gezellig. Ik zag trouwens al op Instagram heel veel vragen waar we zijn. En dit is in Durbuy. En het huis is gevonden op Casa Pilot of zoiets. Nick heeft dat allemaal geregeld. Dus wel fijn. Echt gezellig hier. Echt zo Ardennes chaletjes gevonden. Cozy, hè? Ja, cozy. En wij gaan slapen. Ik ga morgen sowieso nog een stukje verder vloggen. Slaap wel en tot morgen. Tot wel. Goedemorgen iedereen. Het is de volgende ochtend. Ik ben mijn make-up aan het doen. Daarom zie ik er misschien een beetje raar uit. Want ik heb mijn concealer alleen nog maar gedaan. Het is koud. Alleen nu valt het mee, denk ik. We hebben de
blazer hier opgezet voor warmte. Niels is even naar het toilet. Maar ik heb wel deze nacht echt geen kou gehad. Dus dat is wel heel goed natuurlijk. Maar deze morgen zagen we wel dat hier binnen 10 graden was. Dus dat was wel fris. Maar we zijn natuurlijk wel gewoon omdat we thuis ook altijd al een beetje met het raam open slapen. Wat? Ik was al vergeten dat er hier een camera hangt. Dat er een camera hangt? Ja. Ik zit nu nog in de bos gezond. Niels is in de bos pipi gaan doen hier. Omdat als je hier naar het toilet moet, 's ochtends of 's nachts, dat is ook hier buiten, dus dat is even koud. Dus die zei, het wel in de bossen, maar hier hangen overal camera's. Ja, natuurlijk. Zo gaan. Oei, ja. En... Oei. Heeft je gesmost? Heeft je gepiest op zijn broek? Het is koud, hè? Ja, ik zie het. En even hier wachten en ons schminken. En dan... Celine en ik zijn nu aan het ontbijten. Dus tegen dan zijn zij weg in de gemeenschappelijke ruimte. En dan kunnen wij gaan ontbijten met ons twee. Is er iets? Wat zei het gaan doen? Mijn haar aan het blazen. Haar? Ja. Ik zie het. Je haar is nergens te zien. Hij is zijn plek op zijn broek aan het drogen. Goed, slim schatje, slim. We zijn ondertussen onderweg naar een plek waar dat er sneeuw is. Kun je dat zien of niet? Nee. Meent je dat? Gisteren wou Niels de schoenen in de Torfs niet kopen. Omdat dat lelijke schoenen waren. Die waren echt niet lelijk. Blauwe met ruitjes. Dat zijn... De binnenkant was ruitjes. Gevoer. Oh. Wat maakt dat nu uit? Dat zijn schoenen voor in de bergen, voor in de sneeuw. Dat hoort niet mooi te zijn per se, hè. Van 100 euro, maar dat toch wel wat mooi zijn. Ja, en die waren dan ook nog eens afgeprijsd aan 50%. Amai, dus... Nee, hè. Er moest nog 50% afgaan, hè. Daar plakte een sticker op. Die waren 99 euro. Nou ja, dat is toch 100 euro? Ja, en daar moest dan nog eens 50% af. Dat is 50 euro, hè. Dat had jij niet gezegd. Ja, dat stond erop, hè. Ja, ik heb wel meegepakt. Ja, dus die wou die niet kopen en nu wil hij hier naar Ardennen stoppen om bergschoenen te halen. Daar staan er al, ze bij Basile daar van boven, zijn die met de witte zo. Hoe lelijk is dat? maar we zijn dus onderweg naar de sneeuw. Waar gaan we naartoe? Naar Saint-Houet of zoiets, ik weet het niet juist. En Nick en Céline zijn ergens... Achterhand, die waren Noah zijn jas vergeten, dus ik zei nog even terug moeten rijden. Gelukkig waren we nog niet ver. En dan zien we elkaar allemaal daar. Dan gaan we in de sneeuw spelen!
Oké. Ik zie eruit als een bommetje, maar ik heb heel veel haar. Hoe noemt dat? Droog shampoo in mijn haren gespoten. Echt heel veel. Want ik wou eigenlijk morgen mijn haren wassen, maar het is hier best heel koud om te douchen. Hè? Dus daar heb ik echt geen goesting in. Dus ik ga wachten tot we morgenavond thuis zijn. Goed, ik heb deze morgen gedoucht. Hè? En je zei, als je eruit komt, het is hier ook heel koud in de kamer. Het is echt toch koud. En we krijgen het ook niet echt heel goed warm met dat verwarmingsding. Maar ja, oké, maakt niet uit. We overleven dat wel voor nog één nacht natuurlijk. Maar ga je in een jas slapen? Gaat je in een jas slapen? Nee, onder de lakens was het goed. Hè? Ja, deze nacht hebben we het wel goed gehad. Ik heb denk ik wel niks meer gefilmd na de sneeuw. Maar ja, we hebben niet meer heel veel speciaals gedaan, gegeten, hier nog wat buiten gezeten en zo. Maar het was alleszins wel een heel gezellige dag, heel fijne dag. Hopelijk vonden jullie het ook leuk. We gaan de vlog hier afsluiten, maar we gaan morgen nog verder morgen een nieuwe vlog beginnen nog voor de laatste dag dat we hier zijn. Slaap wel iedereen, bedankt om te kijken en tot volgende keer. Oh, dat was romantisch. Kijk hè. Zet dat er maar op. Doe het dan.